De eerste 181 woningen uit de Nijmeegse spoorbuurt zijn energiezuinig. Dat werd woensdagmiddag feestelijk gevierd met alle buurtbewoners. In totaal worden tot en met 2019 499 woningen en 2 bedrijfspanden energiezuiniger gemaakt. Dat gebeurt onder meer door spouwmuurisolatie en isolaten van daken en glas. Daarnaast krijgen de woningen ook nieuwe regenpijpen, dakkralen en voordeuren. Met die voordeuren zijn bewoners niet per se blij. Eerder deze week verscheen op de Van Zandstraat nog een bord dat de voordeuren vergeleek met gevangenisdeuren. Leerlingen van basisscholen uit de regio hebben donderdagochtend geld ingezameld voor watervoorzieningen in Ethiopië. Dat deden ze door te schaatsen. Ze deden mee aan de actie Schaatsen voor Water. Daarbij laten leerlingen zich sponsoren voor de rondjes die ze rijden op het ijs. Het opgehaalde geld gaat naar Plan Nederland dat drinkwatervoorzieningen aanlegt in Ethiopië. Hierdoor hoeven mensen geen vervuild water meer te drinken en hoeven ze ook geen uren meer te lopen om überhaupt aan water te kunnen komen. Het Druutische College van Burgemeester en Wethouders vindt dat er extra onderzoek moet komen naar de verkeerssituatie in het dorp. Het gaat dan specifiek over de Scharenburg. Zo zou de situatie rondom de inrit van de Albert Heijn daar nog een keer onder de loep genomen moeten worden. En zijn de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers ook aan verbetering toe. Het college gaat ervan uit dat de vernieuwing van de Scharenburg duurder gaat worden dan van tevoren gedacht. De komende tijd wordt daar verder naar gekeken. Mensen die woensdagnacht rond 1 uur nog op het Keizer Karelplein waren, zijn behoorlijk geschrokken. Een 19-jarige jongen uit het Brabantse Nuland reed met zijn auto, waar nog 3 anderen in zaten, frontaal tegen het gebouw van de Rabobank aan. Het voertuig raakte totaal los, de gevel van de Rabobank is flink beschadigd. Geen van de inzittenden raakte gewond. De bestuurder moest wel mee naar het politiebureau om te kijken of hij onder invloed was van alcohol of drugs.